Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op ons Hot Nieuws webinar. Heel snel ingelast op 1 april. En het is geen grap vandaag wat we te melden hebben. Het is echt bloed serieus. En we hebben echt leuk nieuws. Helaas is natuurlijk al wel het een en het ander een beetje uitgelekt vandaag door de LR Connect app en door de geweldige nieuwe activiteiten van LR Hoofdkantoor. Dat ziet iedereen berichten via de WhatsApp, verzendlijst en dergelijke. Maar ik wilde toch dit webinar organiseren. Quick and dirty, een half uurtje vanavond op vrijdagavond. Om jullie mee te nemen in ons enthousiasme en iets waar we voor geknokt hebben om bij LR voor elkaar te krijgen. En ze hebben ons positief verrast met nog meer dan we gevraagd hebben. En dat wil ik graag met jullie delen vanavond. Dus van harte welkom op het Hot Nieuws webinar en we gaan snel van start. Sorry dat we iets later begonnen zijn, maar dat is, er kwamen nog veel mensen binnen en mijn assistent die was onderweg. Dus vandaar. Moet iemand de schuld geven, hè? Ja, we hebben natuurlijk al leuke muziek gescoord. Ik hoor er nog één in. Ja, ik zal even met Rocky beginnen. Let's rock it. Ik denk dat wat we te bieden hebben, of wat we te melden hebben, ook echt een uniek evenement is in de geschiedenis van LR. In zolang ik met LR werk. Hebben we dit niet vaak meegemaakt, moet ik zeggen. Degene die wat langer met ons samenwerken weten ook dat dit niet vaak gebeurt, wat er vandaag gepresenteerd wordt. En weten ook dat zulke acties en zulke wijzigingen een enorme boost kunnen geven aan de business. Voor bestaande partners, voor nieuwe partners, voor iedereen eigenlijk, voor leaders, voor topleaders en voor starters is dit echt geweldig nieuws dat we te melden hebben vandaag. Dus let's rock it, we gaan snel van start. Maar, snel van start, ik wil ook eventjes een kleine blik terugwerpen, want we hebben natuurlijk een roerige periode achter ons. En misschien is het goed om daar eventjes terug te kijken, nu eigenlijk weer in de fase zitten dat er toch weer heel veel mag. Dit was 2018, dat was nog niet eens zo lang geleden, hadden we prachtige grote events die hier in je geheugen gegrift staan als unieke once-in-a-lifetime events die je als partner of als leader bij LR mee kunt maken. En ik zeg juist ook als partner en als leader. Er zijn natuurlijk hele mooie gala-diners. Daar moet je misschien voor gekwalificeerd zijn. Maar er zijn ook hele gave andere evenementen. En ja, daar gaat het vlammetje aan. Daar gaan die ogen open. Daar valt het kwartje. En ik denk dat je daarbij moet zijn om te weten wat LR betekent. En wat LR jou meegeeft. En wat LR voor jou kan betekenen. 2018, nog niet zo lang geleden. 2019 hadden wij in de Hangar 58 in Genk. Waar wij nu ook weer de business day gepland hebben. Prachtige zaken, gevuld met stoelen. En ja, dat was geweldig. Even een kleine idee hoe het daar te keer ging. Ik hoor dat het geluid niet doet nu. Ja, dat is leuk. Ja, en dit zijn geen Amerikaanse toestanden. Dit is gewoon LR. En dit was eigenlijk een idee van mij om lekker energie in de zaal te krijgen. Maar dit is wel heel gaaf zo'n evenement om mee te maken. 2019 ook nog niet zo lang geleden. 2020 we stonden in de startblokken om weer van gas te geven. Om weer een geweldig event te organiseren. Maar helaas alles op slot. En het groene monster kwam om de hoek kijken. En de hele wereld veranderde. Corona, alles dicht. Konden niks meer organiseren. En we hebben toen echt wat crisisoverleg gehad intern met LR ook. Van we dachten dat de grenzen dicht gingen. We dachten dat er geen pakketten meer de grens over kon. We dachten werkelijk dat onze business helemaal op de grond lag. Omdat wij, ja, dat er niks meer kon gebeuren. Gelukkig gingen de grenzen niet dicht. Gelukkig zijn onze producten zo van belang dat mensen ze nodig hebben. Dat het dus noodzakelijke behoeften zijn. En hebben wij ook van deze crisis, zoals zo vaak met LR en zoals zo vaak in deze branche, hebben van deze crisis eigenlijk een hele mooie kans benut en zijn de omzetten door het dak gegaan bij LR Benelux en internationaal. We hebben daar echt geweldige omzet kunnen realiseren. En ook heel veel mensen kunnen blij maken en gezond maken en dat soort zaken. 2021, ja, open, niet open. Allemaal in ieder geval omgeschoold. En dan moet ik iedereen ook een compliment vergeven. Want jong en oud in ons team, man en vrouw en iedereen heeft toch voor zover het kon, zich aangepast aan het online werken, aan het moderne werken, aan het niet meer elkaar lekker een kopje koffie kunnen drinken, maar gewoon een virtueel kopje koffie of een vrijdagmiddagborrel hier in de keukentafel met ons tweeën en de rest op afstand.
Bijzondere tijden, aanpassen voor iedereen. Heel veel geleerd, iedereen denk ik heel veel geleerd. Maar uiteindelijk hebben we ook wel gemerkt dat mensen een beetje moe waren. Een beetje Zoom moe en een beetje Teams moe. En we waren ook een beetje klaar met de laptop. En we zoekende, wat gaan we doen, waar willen we naartoe? Waar gaat Alain naartoe? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Ik vond het best een pittige tijd afgelopen jaar. Ondanks dat wij afgelopen jaar hele mooie succes hebben bereikt. Maar het was best lastig dat je elkaar niet kon zien, kon vasthouden, in de ogen kon kijken en elkaar van dichtbij kon motiveren en kon helpen en kon ondersteunen. Dus allemaal een beetje zoekende. 2022, ja, boom! Van het groene monster af. Klaar met de corona. Alleen klaar met de corona. We hadden eigenlijk een mooi vrijheidsfeestje willen vieren. Met carnaval hier in het zuiden natuurlijk. Maar ook grote doffe ellende in de wereld. De Oekraïne, Rusland, de oorlog en alles wat het met zich meebrengt. Want het begint eigenlijk te lijken op een wereldwijde crisis. En we zijn nog niet klaar daarmee. Wat eigenlijk zo mooi had kunnen zijn, weer vrijheid kunnen creëren, is er toch wel iets aan de hand. En we merken het ook hier in Nederland. De gasprijzen vliegen de pan uit. Ik hoor van gezinnen dat ze een paar honderd of meer euro's meer moeten betalen aan alleen maar hun gaskosten. En dan denk ik van ja, vaak leven mensen al op het einde van hun budget. En dan komt er in één keer dit bovenop. De boodschappen die allemaal duurder worden. Die nu al een beetje duurder aan het worden zijn. Maar we zijn er nog niet klaar mee. En ook de gasprijzen, de benzineprijzen die we in de pomp natuurlijk zien. Die de pan uitreizen. En het is eigenlijk niet meer te doen om een beetje fatsoenlijk te rijden. Vandaag hoorde ik ook weer dat de inflatie in maart voor oorlogs is. 12%. Je ziet die grafiek rechts. Februari was het al 7,5%, dat is al historisch groot. Nu zelfs in maart 12% inflatie. En in feite zijn het toch wel economische cijfers en kenmerken die, waar we niet omheen kunnen, die ons leven gaan beïnvloeden hier in de Benelux. En dan kun je, ja, dan krijg je dit soort leuke satire natuurlijk. Hoe ben jij hier terechtgekomen, gegokt of gedrugs? Nee, ik heb het licht laten branden. Dat zijn dan wel, bijzondere verhalen. Ook deze moest ik even laten zien. Het gevoel wanneer je voor 20 euro getankt hebt en het lampje van de benzine brandt nog steeds. Ja, dat is het op dit moment aan de pomp. Maar ja, er zijn in dit soort situaties altijd mensen die daar heel veel last van hebben. Maar van de andere kant is daar die pomphouder. Ja, die heeft er niet zoveel last van. En het is altijd met de crisis. Dan heb je mensen die daar last van hebben en mensen die daar beter uitkomen, die daar kansen in zien. En dat is niet over een rug van iemand anders, maar het is gewoon omdat een crisis ook weer mogelijkheden biedt. Nieuwe markten, nieuwe opportuniteiten en nieuwe mogelijkheden om aan te boren. En zo is het met dit ook. Ja, situatie biedt nieuwe kansen. We hadden voor corona, tijdens corona en nu hebben we fase 3, mag ik wel zeggen, na corona. En die fase 3, daar wil ik iedereen ook wel even van bewust maken waar we in zitten en waar je misschien zelf ook in zit, maar waar je ook mensen uit je team of mensen die wil benaderen ook in zitten. En het is een fase van weer hybride werken. Moet ik wel naar kantoor? Moet ik niet naar kantoor? Moet ik wel naar kantoor? Dan kost het heel veel geld. Moet ik niet naar kantoor? Heb ik mijn kinderen thuis zitten? Etcetera, etcetera. De vrijheid is weer wennen. Natuurlijk, op stap gaan is niet zo moeilijk om daaraan te wennen. Maar wel weer overal naartoe gaan. Trainingen volgen. Afstanden maken. En vooral met deze benzineprijzen. Dus we zijn zoekende naar wat de beste manier van werken is. Crisis biedt uitdagingen, biedt kansen. Het is een kwestie van heroriënteren. Maar ook een goed moment nu, het eerste kwartaal is voorbij, we zitten op 1 april, we hebben de eerste 3 maanden gehad. We hebben nu een beetje kunnen wennen aan de vrijheid, we weten hoe de situatie is. En nu is het denk ik ook tijd om nieuwe focus te creëren voor jezelf en nieuwe doelen te gaan zetten. En juist nu is het een beste tijd om die nieuwe focus te zetten en nieuwe doelen te realiseren met wat er komen gaat. En eigenlijk ben ik ook best wel trots op Alert. Natuurlijk hebben wij ook zaken meegemaakt waar we niet zo trots op waren afgelopen jaar, die niet zo goed gingen. Maar uiteindelijk, hoe snel LR is omgegaan met nieuwe producten lanceren die juist in die COVID-periode gewild zijn en on spot waren. Daar konden we direct de markt mee benaderen. En binnen no time waren die producten voorhanden en leverbaar. We hebben amper problemen gehad met leveringstijden. Hoe noem ik één onderdeeltje? Papier. We hebben een kennis in de familie die werkt in de papierhandel, wat daarvoor problemen ontstaan door papiertekort, door de prijzen die het pan uitstijgen. Ik heb zelf met een auto die ik besteld heb, die een jaar 14 maanden leeftijd heeft plaats van 4 maanden. Dus gewoon 10 maanden later komt.
Ik heb het bij LR amper meegemaakt dat wij producten hadden die uitverkocht waren. Een enkele na natuurlijk. Maar verder heeft LR altijd keurig geleverd. Ze hebben zich ook heel goed aangepast aan de situatie. Ook de directie, ook LR. Het sales team. Iedereen is online events gaan organiseren. Van live naar boom naar online. En we moeten ook maar aanpassen. Mensen moeten het willen en kunnen doen. Maar het gebeurde. En ook LR is overeind gebleven. Ook in Duitsland was COVID. Daar staat een fabriek met 700 man te werken. Kun je je voorstellen dat er ook mensen zijn die ziek zijn, die in quarantaine moeten, die niet alle diensten kunnen draaien? Ik heb daar weinig van gemerkt. En wat dat betreft, hoed up, zoals ze op zijn Duits zeggen, keurig gedaan van LR. Wij hebben er eigenlijk heel weinig van gemerkt dat het crisis was. En ook nu beweegt LR met ons mee. Want ja, we zijn natuurlijk een team. Want we vergeten soms hoe geweldig onze producten zijn. Hoe ons marketingplan is. We hebben gewoon het beste marketingplan ter wereld. Het meest sociale marketingplan ter wereld. We hebben geen voorraden nodig. We lopen als partners geen risico's. We hebben geen verplichtingen, geen stress. De bonus is altijd keurig op tijd. Waar mogen we over klagen? Eigenlijk niks. Als er problemen zijn, zijn het nooit onze problemen. Maar zijn het de problemen van LR. Maar natuurlijk willen wij, jullie en wij als leaders zeker, wij willen altijd meer en beter. En daar knokken we ook altijd voor. En het gaat ook niet altijd zonder problemen. We hebben vaak overleg. We hebben vergaderingen online en offline. Misschien zie je wel eens van die mooie foto's langskomen. Dat wij in een mooi hotel zitten in Luik. En dat het allemaal heel mooi en aardig lijkt en leuk lijkt. En natuurlijk is dat ook zo. Maar er wordt overdag flink vergaderd. Er wordt tijdens het eten flink doorgediscussieerd. En s'avonds aan de bar worden de discussies nog feller en nog intenser. Om maar zaken geregeld en voor elkaar te krijgen voor ons en voor jullie partners. En ja, ik mag zeggen dat wij geknokt hebben, dat wij nieuwe dingen wilden, dat wij een nieuwe verandering wilden. En afgelopen, wat was het, donderdag volgens mij, afgelopen dinsdag, hebben wij een top 5 meeting gehad. De topleaders, 5 topleaders van LR Benelux. En er heeft LR dus deze zaken met jullie gedeeld, die in no time, korte termijn gelanceerd zijn. En ik denk dat dit echt, echt, echt heel bijzonder is. Ja, en we hebben ervoor geknokt, want we kregen vaak dit te horen. Nee, dat kan niet. Is te duur. Is ingewikkeld. Kunnen we niet voor elkaar krijgen. Is logistiek een probleem. Dan moeten we alles weer omzetten. Nee, nee, nee. Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. En we gaan ervoor. Let's rock it. 1 april 2022 wordt een mijlpaal, wordt een datum die we nooit vergeten, omdat we geweldige dingen gaan lanceren. 1 waar we al heel lang op zitten wachten. Gelukkig voor onze Belgische vrienden. Ik heb goed nieuws voor jullie. Vanaf 5 april is PayPal de nieuwe betaalmethode extra in België. En voor de Nederlandse partners, om even een beeld te creëren, in België was het nog geen. Wij hebben Ideal. Werkt niet altijd perfect, maar de laatste tijd werkt heel goed. Maar in België hebben ze nooit Ideal gehad, nooit een bankcontact gehad. Daar hebben ze alleen creditkaarten overschrijven. En nu vanaf 5 april PayPal. En het is al getest in Frankrijk en in Zwitserland. En het werkt fantastisch. En PayPal is een mogelijkheid om te betalen. En met die PayPal-app die je op je telefoon kunt downloaden, kun je alle betaalmiddelen gebruiken om PayPal te voeden en dan met PayPal LR te betalen. En dan heb je dus het effect van een creditcardbetaling dat je heel snel betaald hebt en heel snel geleverd kunt krijgen. Dus gelukkig eindelijk België, ook voor jullie, onze Belgische vrienden en collega's, PayPal vanaf 5 april live. Yes. Dan 9 en 10 april, de Talent Academy. Talent Academy is altijd een geweldig iets. Daar worden de nieuwe talenten weer klaargestemd voor de volgende titels. De junior team leaders en hoger. Wordt ook weer gefaciliteerd door LR. Toplocatie, topsprekers. Dit soort zaken regelt LR allemaal voor jullie. Natuurlijk, 24 april, be there, the business day. En ben er niet alleen, maar ben er met veel mensen uit je team. Want je hebt altijd spijt als je die energie daar voelt, als je die informatie die je daar hoort, als je die meekrijgt, en dan denk je van, had ik hier maar met meer mensen gezeten. En we hebben natuurlijk 1 topspreker, Thomas Heurze, de living legend wordt hij genoemd in Duitsland, in Europa eigenlijk. Want als je die man hoort refereren, ja, dit is gewoon crème de la crème in onze branche. Zo'n empathische kerel die echt on spot jou kan motiveren en jou kan vertellen wat er nodig is voor een succesvolle carrière bij Alert. 24 april, dus ben erbij.
Ja, be there. Echt, zorg dat je erbij bent. Dit soort evenementen zijn voor een LR-partner altijd uniek en altijd onvergetelijk. Daar kom je met de energie vandaan. Daar krijg je juist het goede gevoel van wat er gebeurt in onze markt. Dit zijn de eye-openers voor partners. En natuurlijk, 30 jaar op feestparty, 7 mei. Vandaag kun je, als je de kwalificatie voor de wedstrijd voor tickets gemist hebt, kun je vandaag ook tickets kopen. €30 kosten ze. En voor €30 krijg je een welkomstdrankje en eten erbij. Eten inclusief in de spot nummer 1 location in Brussel. De Docks Dome in Brussel. De meest gewilde locatie, de toplocatie in Brussel. Juist daar gaat LR 30 jaar LR Beneluxfeest organiseren. Zorg dat je erbij bent. Want Business Day is geweldig voor de business. Is leuk voor de energie. Maar dit is nog leuker omdat het en business is en party en feesten. En dan leren we elkaar nog beter kennen, denk ik. Ja, en dan waar we voor vanavond bij elkaar zijn gekomen. De april special nummer 1. En hier zijn we echt, echt heel blij mee. Enjoy the wonderful life we fell on. Feel the power of more and become who you are. Live a dream that we share and make it come true. In a world that is made for me and you. Het einde is een beetje abrupt, maar het gaat om dit. En ja, ik ben hier heel blij mee. Ik heb daar echt mijn hart voor gemaakt om een pakket te krijgen onder die €200. Een pakket wat betaalbaar is voor juist die mensen die last hebben van de crisis. Die LR doen om het geld bij te verdienen. Omdat de portemonnee inderdaad niet groot genoeg is om zomaar 200 of 400 of €500 uit te geven. Natuurlijk hebben wij prachtige pakketten, die blijven natuurlijk bestaan. Ons businesspakket blijft en is het mooiste pakket wat er is, het meest gunstige pakket wat er is, omdat je daar alles krijgt voor dat bedrag, ook nog in 2 termijnen. Alleen dat kan natuurlijk niet iedereen zomaar betalen. En juist voor diegenen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, die kunnen wij nu ook laten starten met LR. Want nu heeft niemand meer een excuus om te zeggen van ik heb geen geld, want als je geen €150 kunt missen om een business te starten, dan heb je juist die business heel hard nodig, denk ik. Want dan heb je een probleem financieel. Wat gaaf is, €150, de topproducten uit de aloe vera lijn erin. 400 pw, dus slechts 100 pw minder dan het normale pakket. 2 termijnen mogelijk en inclusief de €29. Dus je krijgt, ik heb het uitgerekend, voor €125 deze producten. Daar, of voor €150 krijg je deze producten. Daar zit, die producten hebben een waarde van €145. Dus je betaalt er €150 voor. Dan krijg je ook de welkomstmat nog. En dan krijg je ook nog de waardebon van €25 terug. En je krijgt natuurlijk die bonus nog terug. Dus voor €150, daar gaat €25 waardebon vanaf. Dan gaat de bonus er vanaf. Dus je kunt eigenlijk voor €115 starten met deze pakket, met dit pakket aan producten. €115 starten en €145 aan producten krijgen. En je bent een volwaardig partner van LR. Deze LR 30 jaar Benelux actieset is alleen geldig nu. Mei en juni. April, mei en juni. Dus nu is hij geldig. Maak er ook gebruik van, want dit is echt een kans om iedereen alsnog een keer aan te spreken en de mogelijkheid te geven om met elkaar kennis te maken. Want deze producten die hierin zitten, die kan iedereen gebruiken, die wil iedereen gebruiken. De formulieren staan al online. Je kunt zo'n pakket online bestellen, maar ook nog op de ouderwetse manier met het formulier. We hebben een speciaal formulier daarvoor gemaakt. Iedereen heeft daar vandaag ook een mail over gehad. En anders gaan we natuurlijk het formulier nog eventjes toevoegen aan onze LR Connect app of aan de Facebookpagina's. Dit wil ik even uitlichten. Dus totaal 400 pw voor dit pakket. En wat nog heel interessant is, je kunt het eenmalig betalen, €150. Maar zelfs voor dit pakket kun je het in 2 termijnen betalen. €90 eerste termijn, €60 tweede termijn. Ook daar heeft LR nog aangedacht. Dus €90. Ik bedoel, een beetje telefoonabonnement voor sommige mensen kost al €50 à €60 per maand. En hier kun je voor €90 jouw business starten. Daar zit voor €145 product in. Verkoop je een aantal producten, kun je de tweede termijn ook al betalen. Dus eigenlijk is er geen reden meer om niet met LR te starten. En ik vind het echt een super set. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Want we hebben hier echt, echt, echt ons best voor gedaan. Het is niet altijd dat LR goedkoper wil. En wij hadden echt de behoefte aan een pakket wat iets onder die €200 kwam.
Al was het maar een testset, een tijdelijke set. Wij willen gewoon laten zien dat wij met een gunstiger pakket meer mensen kunnen laten kennismaken met LR. En meer mensen kunnen laten kennismaken met een basispakket producten. En daarna gaan die mensen wel andere producten aanschaffen, zich informeren, zich laten begeleiden en ondersteunen en kennis laten maken met andere producten. Dus dat is een tweede fase, zeg ik altijd maar. En wat heel gaaf is, april special 2. Met dit pakket heb je natuurlijk alles in handen om gigantisch te gaan sponsoren en te gaan recruiten in april, mei en juni. Maar als je het nu al begint met het recruiten en het sponsoren met dit pakket, dan kun je daarnaast ook nog een geweldige extra incentive krijgen en dat is deze. For the stars and become who we are. With more wolf and all, we will take it so far. We will reach for the stars and become who we are. With more wolf and all, we will take it so far. We will reach for the stars and become who we are. With more wolf and all, we will take it so far. We will reach for the stars and become who we are. Mag ik even weten van jullie in de chat? We zitten toch in de chat, het is mogelijk. Wie gaat er graag op vakantie? Wie gaat er graag naar zo'n oord toe in Mallorca? Ik hoor het graag, laat maar zien. Wie niet? Goeie vraag, goede opmerking, Eliane. Natuurlijk, ik denk iedereen, hè? Mallorca. Iedereen gaat graag op vakantie. Wie gaat er graag voor niks op vakantie? Ik denk iedereen, hè? En het leuke ervan is, er zijn vanavond een aantal mensen bij, die hebben al eens een keer zo'n vakantie meegemaakt van LR. Die kunnen erover vertellen, over hoe geweldig het is. Dit is echt een geweldig extraatje, een reis, een LR Power Camp, zoals we het noemen, een LR Summit. Dat is een werk- en genietvakantie. Misschien dat Tjaak er straks ook even iets over kan zeggen. Die heeft het vorige keer meegemaakt in Ibiza en Portugal. Tineke was ooit op Ibiza. Ja, dit zijn geweldige zaken. En het leuke van deze Mallorca Power Camp, Bootcamp, is twee zaken. Eén, er gaan 10 partners naartoe die allemaal iemand mee mogen nemen. Of een echtgenoot, of een levenspartner, of een actieve partner uit een team. Dus je mag met 2 man gaan. Dat vind ik al geweldig, dat je met iemand mee mag gaan. Dus 10 partnernummers die allemaal 1 persoon mogen meenemen. En hoe kun je kwalificeren? Door 1000 punten te doen. En 2 nieuwe eerste lijnen sponsoren. 2 nieuwe eerste lijners. Dat kun je in 2 dagen doen met dit nieuwe pakket. 2 nieuwe eerste lijners. Maar het is een ranking. En een ranking is altijd een nadeel. Alleen de top 10 gaan daarvan. Dan kun je natuurlijk ontzettend hard gaan knokken. Want met die 150 euro pakket kunnen wij denk ik heel veel gaan doen. En dan gaan we kijken naar het aantal nieuwe eerste lijners. Die iemand in april heeft aangemeld. En die aantal, de hoogste aantal, de top 10 van die nieuwe aantal aanmeldingen, die gaan naar Mallorca toe. Zijn er mensen die allebei bijvoorbeeld 8 of 9 of 10 mensen hebben aangemeld, dan gaan ze kijken bij wie de meeste aantal nieuwe puntwaarden heeft. Dus eerst wordt gekeken naar het aantal partners en dan, mocht het bij gelijke stand zijn, dan naar mensen de totale punten die ze hebben bereikt. Maar ik heb zelf ook wel eens het gevoel gehad met rankings. Soms zijn er mensen die kunnen heel goed sponsoren. En dan denk ik van, ja, dat lukt mij niet. Of ik ben niet zo'n goede sponsor. Of ik heb niet zoveel contacten. Jammer voor mij, maar helaas. Dat heb ik ook wel eens gehad, dat idee, dat gevoel. Wat dan heel fijn is, en daar hebben we ook weer voor geknokt, is dat er niet alleen een ranking is, maar dat er even zoveel mensen een loterij mee kunnen doen. Dus zit je niet in de top 10, maar heb je wel 1000 punten gedaan en 2 eerste liners, dan krijg je een lot. En met die 2 partners en 1, of 1000 punten en 2 partners, heb je 1 lot, die gaat in de pot. En aan het einde van de maand, april, worden mensen uit de lot getrokken, worden weer 10 partnernummers getrokken. En die mogen ook mee naar Mallorca. En dan kun je dus al naar Mallorca toe als je 2 nieuwe eerste liners hebt gesponsord en 1000 punten. En dan heb je een lot. Ik vind dat fantastisch, dat we naast de ranking hebben ook de rest een kans geven, een gelijke kans geven om mee te doen. Je kunt ook je lot en je kans nog vergroten door extra loten te winnen. 2 partners en 1000 punten is 1 lot. Maar
elke eerste liner extra is een extra ticket. Dus doe je 3 partners, krijg je 3 loten. 2 loten. Doe je 4 partners, krijg je 3 loten. 2 is 1, 2, 3 loten. Dus elke partner extra boven de 2 krijg je ticket erbij. Ook elke 500 puntwaarde eigen omzet extra is een ticket. Dus je kunt daardoor je kans in de pot vergroten door meerdere tickets te verdienen, door meerdere partners aan te melden en door meer eigen omzet te doen. En het fijne ervan hier vind ik ook dat niet alleen de grote sponsorkanonnen hiermee kunnen doen, ook degenen die goed zijn in eigen verkoop, die kunnen net zoveel kansen creëren. Want met elke 500 punten extra verdien je dus extra loten. En 2 partners aanmelden met deze nieuwe set, dat moet denk ik iedereen kunnen. Voorbeeldje, iemand doet 2000 punten eigen omzet, heeft 3 eerste liners, heeft je dus 4 tickets verdiend. 1000 punten en 2 partners is 1 ticket. Dan heeft hij 2 tickets extra door die 1000 punten extra en een ticket extra door zijn derde, nog een extra lijn. Totaal 4 tickets. Ik vind het fantastisch. Naast een geweldig pakket, naast de kans om beter te sponsoren, ook nog de mogelijkheid om mee te gaan naar Mallorca van 7 tot en met 10 juni. 1 opmerking wat ik wel erbij moet vermelden. De vliegreis moet je zelf organiseren. LR verzorgt alles vanaf het vliegveld in Mallorca tot het vliegveld van Mallorca. De rest ben je compleet verzorgd. Alleen de reis zelf organiseren. En tegenwoordig met de vliegtickets is dat ook niet het grootste probleem, denk ik. Ja, wat zijn de kansen dan? Toppakket voor nieuwe starters. Toppakket voor partners, voor bouwers, voor iedereen, denk ik. 24 april, ben erbij. Koop je ticket. En koop niet 1 ticket, koop er 2, 3, 4, 5. En zorg dat je mensen in je auto hebt die meegaan naar dit evenement. En zeker, er zijn heel veel partners bij LR gekomen de afgelopen 2 jaar. Die hebben nog nooit een live evenement meegemaakt. Wij moeten die mensen echt laten zien wat het is, wie LR is. En kom naar zo'n evenement toe en voel en ervaar die geweldige sfeer die er hangt. En wat voor topmensen daar eigenlijk allemaal bezig zijn. Achter de schermen ook hard werken. En de top trainers en sprekers die je daar te horen krijgt. Dat is uniek. Zorg dat je erbij bent. En ga niet alleen zorgen dat je mensen uit je team of gasten meeneemt. Mag ook. Je mag ook geïnteresseerden meenemen. Je mag ook familie meenemen die nog geen partner is. Je mag ook mensen meenemen die nog geen partner zijn, maar wel willen weten wie we zijn en wat we doen. Daarna natuurlijk 7 mei het jubileumfeest. Ben erbij. Want een mega-event is beter, is geweldig, maar een feest erbij is nog beter. En dan 7 tot 10 juni een powercamp voor 40 Benelux-partners dus. Maar wat zijn de kansen nog meer? Vooral de business waar het eigenlijk om gaat, is dat we mensen kunnen helpen. Mensen helpen die komende maanden, elke maand geld tekort gaan komen. Het is niet zo dat LR alleen maar is voor dat LR alleen maar is voor mensen die grote bedragen willen verdienen. Het is LR is ook voor mensen die iedere maand 200-300 euro tekort komen door de inflatie die nu bezig is, door die hoge gasprijzen, door de hoge prijzen in de supermarkt. Mensen gewoon wat paar honderd euro extra aan kunnen bieden in een avonduren zonder over te werken. Heel veel mensen zitten vast in hun job. Heel veel mensen kunnen niet overwerken. Heel veel mensen zitten gewoon vast in de situatie. Maar kunnen dus wel LR doen van thuis uit. Een paar honderd euro extra is een mega verschil voor heel veel huishoudens. Niet alleen het inkomen, ook hun gezondheid, besef van gezondheid. Mooie producten gebruiken, er beter uit gaan zien. Je beter in je vel voelen zitten. Meer energie krijgen. De geweldige producten die we te bieden hebben. En daarnaast met die geweldige producten ook nog een business kunnen opbouwen. Vanuit thuis, met een eerlijk plan, met mooie, eerlijke, faire producten. We hebben een bedrijf waarbij we met gezondheid en beauty geld mogen verdienen. Hoe mooi is dat? Ik denk dat het alleen maar voordelen biedt en kansen biedt. Dus ik zou zeggen, ga samenwerken, handen op elkaar, met elkaar gaan knokken, dat wij het eerste kwartaal hebben afgesloten, dat wij het tweede kwartaal, het voorjaar in, met z'n allen gaan knallen, dat wij deze set die we gebruikt hebben, of die we gelanceerd hebben, op ons verzoek en nog heel veel te trekken en te sleuren bij LR, een geweldige kans om de business een boost te geven van heb ik jou daar. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Dat heb ik al een keer gezegd. Ik ben helemaal aligned en ik ga ervoor. En ik hoop jullie te zien natuurlijk zeker op het evenement op de Business Day in de Hangar 58 op 24 april.